Dat moment dat we nog steeds aan het streamen zijn, tot dit aflevering 2 is, dat je nog steeds de doei ziet, het is een... het is een stinkhok van je welste, wat wel en niet kan. Aflevering 2, start! Bertrum, wat een intro, jongens! Wauw. Goedemiddag allemaal. Welkom bij Hoe flikker ik mijn controle snel op de grond? We gaan verder met Rolling Stones. Geweldig begin. In ieder geval, we spelen dus nog steeds eigenlijk een beetje... Nou, we zijn één leven kwijtgeraakt omdat ik het klokje vergeten te pakken was. In de vorige opnamesessie. Trouwens, deze kunnen we ook al doorlopen, want hier hebben we volgens mij de blauwe gem voor nodig. Alle... Op de bloopers. De bloopers maken jullie door clips te maken. Ik serieus, jullie hebben dat in controle. Jullie maken de clips. Jullie kunnen dat doen. Als jullie bloopers willen, dan eventjes stoppen met lui achterover zitten en verdorie werken ervoor. Oh ja, dit is de introductie van Embryo bonus levels. Het grappige is, de Embryo bonus levels... Oh jeetje hoor. Beetjes met strener Stevie. Met strener strener. Het is een strener. Nou, maar in ieder geval... Best wel een funny fact. Waarom ook niet? De bonus van Embryo, de bonusdozen van, ja, ik ga het gewoon nou skippen. Want kijk, hier heb je de blauwe gen, daar hebben we ons eerste paal. Jeuk aan mijn neus. Maar goed. De bonus stages van Embryo en de gewone bonus stages en er is nog een andere bonus stage die we later tegen gaan komen. Die dozen die in die bonus stages zaten, daar hoefde je niet alle dozen voor te gaan halen. Terwijl dat ze bij de remake hebben besloten, jawel, die moet je ook allemaal gaan halen. Waarom weet ik niet, maar ze bouwen het. En nu heb ik in ieder geval een reden om de bonus te doen. Ja, de bloopers die zijn allemaal te vinden inderdaad bij onze Discord-kanaal onder Twitch-clips. Funniest moments van de stream, die eruit geknipt zijn. Paals. Hilarische momentjes, hilarische intro's, dat soort dingen. Waarom ook niet? Ik weet niet of ik vandaag al aflevering 1 trouwens kan uploaden. Ik denk dat dat eerder morgen gaat worden, weet ik niet zeker. Moet ik wel eventjes gaan kijken. Eens kijken of deze in één go kunnen halen. Het grappige was namelijk, hier had je maar één kans voor. Dus we gaan dit ook maar doen met één kans. Wie niet is een mooie kans zo. Ja, ik weet niet. Misschien ben ik gewoon zo'n oude Zuurprime en... Ik bedoel, ik vond de oude deuntjes, die vond ik toch iets beter klinken, maar misschien omdat dat nostalgische waarde heeft of zo, ik weet niet. Ah, ik heb 6 doosjes gemist, wat erg. Jongens, ik ben bezig, waar is dit? Oh, dit level is leuk, dit level is leuk. Jongens... Dit zijn van die levels, die zijn gewoon een plezier. Alleen de muziek al van dit deuntje. Van dit level de muziek vind ik al hilarisch. Let's do this. Vergeet niet jongens, we gaan voor PlayStation Classic stijl, dus... Eén checkpoint mogen we niet meer doodgaan willen we de jam hebben.
Perfect run! Ik moet wel steeds denken aan Donald Duck Quack Attack. Dat was mijn Crash Bandicoot rip-off game die ik vroeger veel gespeeld heb. Ik heb die zelf nooit gespeeld, dus ik zou het niet weten. De Crash Bandicoot. Wauw, ik lees het nu pas. Ik las gewoon spontaan overheen. Oh, Cash Panuka. Deze kunnen we ook niet completen. Daar hebben we ook een Golden Gem voor nodig, helaas. Boink. Bouncy bounce. Ik vind het wel grappig dat iedere stijl level, die heeft gewoon twee variaties. En that's it. Volgens mij hebben ze dat ook in Crash Bandicoot 2 gedaan. Ja, we zijn niet aan het speedrunnen. Dat doen we straks wel. Dit level trouwens is een hel om te speedrunnen. Heb ik een testrun? Ja, ik heb een testrun gedaan. Oh, deze was echt vreselijk. Volgens mij had ik hier wel een platinum op. Wow! Ja, maar sowieso nostalgie, dat is gewoon een spel dat je veel hebt gespeeld. Ik bedoel, de spellen die ik echt helemaal grijs gespeeld heb... Toen ik jong was, voordat ik... Weet je wel, let's play en al die dingen deed. Ik wou bijna naar beneden springen, zagen jullie dat? Ja, dat waren Mario 3, The Legend of Zelda. Melchior. Mega Man, daar heb ik ook heel erg veel nostalgie aan. Mega Man 2, Mega Man 3. En het grappige is, Mega Man 4, 5, 6 en 7 absoluut niet. Dat is gewoon echt hilarisch. Maar Mega Man 2, 3 en 8, daar heb ik echt heel veel nostalgische waardes aan. Gewoon omdat Mega Man 8 op de PlayStation kwam en ik speelde Mega Man 2 en 3. Dus ik had echt zoiets van, oh kijk maar, Mega Man 8. En Mega Man 8 was een vreselijk spel. Maar ik heb toch nostalgie aan. Zo herinner ik me ook... Wat is die aap aan het doen? Zo herinner ik me ook nog een spel... dat was... Dood door aap. Nee, maar dat was... Looney Tunes... Bugs Bunny... Avontuur door tijd of zoiets. Ook zo'n PlayStation 1 spel. Die hadden wij en... Mijn broertje die was er helemaal gek van. En oh, die was ook wel erg leuk. Ja, ik heb ook nostalgie aan CDI Games. Waar ik nog steeds onderuit ben gekomen door nog steeds geen Want of Gamelan te doen. Familie app, niet om het een of het ander. Bezwijs! Oh boy. Misschien moet ik toch eens een keertje gaan leren om een telefoon op stil te zetten. Oh, bonus. Een bonus round! Hotel Mario hebben wij nooit gehad. Of die hebben we wel gehad, maar die vonden we niet leuk in verband met The Legend of Zelda. Die was veel leuker. Ik heb echt 0,0 herinneringen aan Hotel Mario. Ja, toen internet een ding was en tot YouTube een ding begon te worden, tot we YouTube poeps hadden, toen zagen we heel vaak die clips voorbij komen, maar om dat maar nostalgie te noemen. Deze voor de prinsen met de fijne zomer voor een picnic, Luigi. I have she made a lot of spaghetti. Luigi, look. It's from Bowser. Dear pesky plumbers. The Koopalings and I have taken over the Mushroom Kingdom. The princess is now a prisoner in one of our 7 Koopa hotels. I dare you to find her if you can. We gotta save the princess. And you gotta help us. Waarom ben ik dit helemaal aan het quoten? Waarom? Check out the enclosed instruction book. Birds are singing. Isn't it beautiful? Oh boy. Ja, hier is de reden waarom dat we de gem hier nog niet kunnen halen. Al moet ik wel zeggen, in de remake is hij wel beter aangekondigd. In de oudere games was het namelijk het probleem dat je geraakt werd.
schoentjes. In de oude games was het namelijk zo, dan zag je heel erg falen. Dan gaat echt een faal. Dan komt echt een faalmontage. Maar dan zag je dus echt een heel klein jammetje. En op het moment dat je daar dan bij in de buurt kwam, dan verdween het. Dus het is een beetje een quality of life dat je echt duidelijk kan zien van... Hey, hier hoort een platform te zitten. Heb jij de goede jam al? Nee, ik heb de goede jam nog niet. Dan moet je die gaan zoeken, jongetje. Maar dat wil ik helemaal niet. Dat moet. Nee. Vicky. Deze games zijn 10 keer zo moeilijk dan elke nieuwe Nintendo game. Niet de oude, die waren wel lastig. Ja, maar sowieso. Ik bedoel, oudere games, maak jij van nou Nintendo of PlayStation, was oudere games, daar zat echt wel een challenge in. Ik bedoel, Mario 64 had ook de challenge. Daar had je ook maar 4 levens. En dan was het ook lastig om bij levens weer te vinden. Al moet ik wel zeggen, Mario 64 die was geweldig in verband met het onderzoeken. Dat we altijd daar heel erg goed gedaan. Tegenstelling tot Mario Odyssey. Gewoon dat je daar... Oh, die ga ik weer niet halen. Die sprong is lastig! Oh ja, je hebt hier ook zoiets van... Ik ga je handje vasthouden als het te vaak... Dat had je vroeger ook niet. Dus op het moment dat wij een handje vasthouden krijgen... Dat er dus een extra... Hoe doet het dan masker even bij komt? Nee, die skippen we. Ik hou niet van extra hoe doet het dan maskers. En we praten niet over Sunshine. Het punt gewoon met Sunshine is... Mario 64 vond ik geweldig. Maar op de GameCube... Wacht, er zit hier een... Ik bedoel, ik heb Mario Sunshine... Daar heb ik gewoon totaal geen nostalgische waarde... Zoals ik al in die ene video zei. Maar ik vond hem ook veel te herhalend. Ik bedoel, de muziek is goed. En de voice acting is over de top als maar zijn kan. Maar niks mis mee is. Ik bedoel, serieus, ik vond de voice acting gewoon grappig. To be fair. Oh, ik heb hem wel. Ik heb gisteren film in de bioscoop zitten kijken. In VR bioscoop. Dus ik heb een beetje last van mijn nek. En ik krijg nu hoofdpijn. Pierre Engeltje, trouwens bedankt voor het plaatsen van de link. Om. En we komen dadelijk bij Cyderfast, de tweede baas. Deze kunnen wij... ook niet completen? Ik weet niet meer. Konden we deze nou wel of niet completen? Heel veel had je goedgekeurde gems nodig. Nee, bij heel veel had je gekleurde gems nodig. Volgens mij bij deze weer niet, maar dat weet ik niet zeker. Dan komt meer inderdaad. Ik heb geen idee. Bij die ene, daar had je de oranje nodig, wat nu de gele is. Dus dan mogen we nou niet meer doodgaan. Tenzij dat ik me natuurlijk gruwelijk vergis. Die planten nog steeds creepen, zeker dan een remastered. Oh, trouwens, voor iedereen op YouTube die al de vraag zou stellen van... Goh, heeft dit spel waterlevels? Waterlevels die worden pas geïntroduceerd in Crash Bandicoot 3. Ik heb even een voordeel daarmee. Oké, nou echt een van de traumatische jumps van mijn jeugd. Hoe vaak tot de jam daar wel niet fout bij mij is gedaan. Ijslevels zitten pas in 2 volgens mij. Daar krijg je eerst de ice physics. Nou, en hier krijg je dus de pain van de allereerste. Quit en restart. Goed, kunnen we nou deze checkpoint voorbij komen, jongens? D-
Deze jump, daar heb ik gewoon nog steeds trauma's aan. Omdat ik heb gezegd van, kom, laten we dit eventjes doen in de oude Cash Benuka style. Daar onder een blok verborgen zat, echt serieus. Volgens mij waren het echt alleen maar die twee, maar ik weet niet meer zeker. Ik heb FIFA echt 10 keer doorgekeken, zowel Epic en Simon als Board. Ja. Divi, ga jij Charles Martinet vervangen als hij uiteindelijk stopt? Dat doodgaan vind ik wel heel erg. Ik bedoel, ik denk het niet. Ik denk dat Nintendo wel met iemand anders aan gaat komen. Of dat ze Chris Pratt verder gaan gebruiken als Mario. Dat zou een ramp zijn. Als ik de kans zou krijgen, zeer graag. Maar ik denk dat die kans heel erg klein is. Al doe ik tegenwoordig wel wat meer met mijn voice acting. Dus ik heb tegenwoordig, voor de YouTubers, de link staat daarvoor in de beschrijving. We hebben tegenwoordig een Fiverr page. Mocht je iets ingesproken willen hebben op een bepaalde manier, misschien kunnen wij inderdaad wel helpen met jouw project. Wie weet. Dus wij hebben daar een Fiverr page voor aangemaakt. Link staat in de beschrijving. Nou ja, hier op Discord trouwens hebben we daar ook. Ja, Nintendo, met hoe erg dat ze het nou zijn met cash grabben en alles. Dat was bijna onze perfect run, maar dat maakt niet uit. Ik ben bang dat ze dat inderdaad wel zouden doen. Dat is best wel jammer. Man. Did he just grab it out of his... Ba ba ba! Ah. Yep. Crash Bandicoot, waar hij de jam letterlijk uit zijn... Ba ba ba! Voor een video een kleine reclame vooraf. Oké, dan nog. Maar meerdere lange reclames voor een kleine video... of 10 keer reclames in het midden van een lange video... of een vreselijke timing. YouTube is zonder adblocken gewoon niet te kijken. En geen zorgen. Stevie krijgt toch al vrijwel geen inkomsten uit YouTube. Als je hem wilt steunen, dan zijn er betere manieren voor... dan deze vreselijke reclames te kijken. Zoals bijvoorbeeld hier beneden. Daar heb je donaties, bits en weet ik het allemaal nog meer. Je kunt subben voor deze leuke emotes die we hebben. Yay! Oké, sorry YouTube, we gaan verder met de we gaan met de bos. Zij de Vaas, ik ben zo terug. Dit is je baas, man. Het muziekje alleen al. Hop! Ik was even vergeten wat jouw patroon was, maar jouw patroon is eerst inderdaad in een driehoekformatie. Wat we moeten doen is, we moeten de Big TNT laten ontploffen bij Ripperoo. Hoe wordt dit uitgelegd? Niet. Je moet het maar weten. Nou ja, je ziet Big TNT, dus wat verwacht je? Nu dan? In de oude PlayStation 1 had hij... Volgens mij had hij in de oude PlayStation 1... had hij die hyena lach. Oké, wacht even, we moeten ietsje eerder. Nee. Vroeg. Het is lastig te timen. Oké, nu. Auw. Speciaal voor jullie, jongens. Ja.
Yay! Vooral spinnen bij Big TNT. Wat het verschil is tussen gewone TNT en Big TNT? De crate is groter, denk ik. We just killed Ripperoo. Waarom dat ik denk ik weer moet gaan laten bij de... Wacht al eventjes. Wij pakken eventjes de schaar, Amaris. Ja, je hebt hem al. Amaris is daar trouwens, maar dat maakt niet uit. Wij pakken heel eventjes de schaar en wij gaan weer de timers erbij pakken. Want wij hebben weer wat relics te gaan verzamelen. Maar ja, dat is dus voor onze Twitch exclusive, de stream exclusive. Wil je daar nou zelf een keertje aanwezig zijn? Elke woensdag en elke zaterdag van 5 tot bleh in de maand regelmaart. Dus, even kijken. Dan gaan we dus bij Papoe gaan we beginnen. Hallo YouTube, welkom terug. We hebben net een knip gehad van ik weet niet hoe lang. Hier heel eventjes mijn tijden van de Rolling Stones. We hebben platinum gehaald. Hogwild hebben we platinum gehaald. Deze kan de pleuris krijgen met zijn platinum. Hier hebben we platinum gehaald. Deze moesten we wel platinum halen. De platinum namelijk van deze zit op 1.1631. En we hadden 1.1641, dus dat moesten we wel. En hier hebben we natuurlijk Ripperoo, maar ja, daar heb je echt niet een tijd voor. Heb je de snelste tijd? Laat het natuurlijk weten. Maak er een screenshot van en zet het in onze Discord bij ons multiplayer kanaal. Als je daar natuurlijk zin of tijd in zou hebben. Voor de rest dank ik jullie voor het kijken. We gaan natuurlijk nog altijd verder met de livestreamen. Woensdag en zaterdag van 5 tot bleh. Het is altijd van woensdag tot bleh. Ik hoop dat jullie dit ook nog een leuke aflevering hebben. Heb je een leukste level? Laat het zeker weten in de reacties. En ik hoop jullie allemaal te zien in de volgende video. Twitch, ik denk dat wij nog gewoon één sessie voor één opname gaan doen. Dus dat is gewoon tot de volgende baas.